snel daar naartoe. Yo. 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 Ja, maar hij springt er aan die kant op. Dat is toch niet te geloven, joh. Springen, jongen. Oh, jongen, wat dan? Oké, nog 3 kilometer. Maar met die helikopter zijn we zo. Ja, of hij moet opeens zwarte rook gaan geven, dan... Ruud vliegt, hè? Ja, Ruud vliegt goed, toch? Hij ontwijkt al die kerstbomen. So we can hit him where it hurts. Geen burgers met doden, zeg. Oh. Moet je niet doen, man. Dan legt hij hier wat. Ook weinig gaan doen, hè. Ja. Waar ben jij dan? Ik heb nog steeds meer. Fuck. Ik start een nieuwe, ja? Ja, is kom, man. Ja. Marcus Jensen is de baas. Is dat de baas? Hij rijdt de heksen, man. Oké, relax, man. Ik ben weer dood, man. Je moet me even safe, anders ben ik niet. Ja, ja, kom maar aan. Zit je binnen in het gebouw, of niet? Ja, man. Let's go. Hoe duur krijg je dat van? Ja, gelijk om de hoek lig ik. Ja, Ruudje, die vliegt gewoon... Ruudje vliegt naar binnen. En jij, er zit er nog één, Don. Pas op. Daar, ja. Voor je neus. Huh? Dit is best wel moeilijk. Hij gaat niet dood, man. Meppen. 21, 20, 19. Ik heb genezen, jongen. Ik zit mijn ballen te misseren, zag je dat? Ja, man. Ik ben een vrouw, dus dat kan toch. Oké, kom op. Ja, kom, we gaan eens helikopter. Snel er naartoe. Yo. 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 Ja, maar hij springt er aan die kant op. Dat is toch niet te geloven, joh. Springen, jongen. Oh, jongen, wat dan? Oké, nog 3 kilometer. Maar met die helikopter zijn we zo. Ja, of hij moet opeens zwarte rook gaan geven, dan... Ruud vliegt, hè? Ja, Ruud vliegt goed, toch? Hij ontwijkt al die kerstbomen. Ja, jongen. Ik word alleen wel een beetje... Hey, hou van rekening, ik heb geen parachute. Luchtziek, man. Hoe kan je niet? Ik heb vluchtenvrees, man, met Ruud. Ja, dat zou ik ook hebben. Als je Hé, hey, die stad hier is wel groot trouwens. Gooi ik hem helemaal omhoog en spring ik eruit, Mike. Ja, dat is goed, man. Ja, mij maakt het echt niet uit, Rick. Die stad is wel groot hier, dit. Dit is wel groot. Dat is wel vet gedaan, man. We gaan dan de plane niet te zelf naar de markt. We moeten naar de markt. Gaan even kijken. We moeten hem killen ofzo. Wacht, misschien ontsnapt hij weer. Ja. Kijk uit. En er zijn enemies, ik weet het niet. Die net. We're entering the witch market. Wacht. El Mercado de las Brujas. Ja, achter ons. En hij is hier al. Zien hem? No shit. Zet me op dat dak, Ruud. Hij zit onder de grond ofzo, of niet? Whatever it is, it ain't good. Trust me. Hey, man. Ja, ik ga proberen met Loffin te zoeken waar hij is. Hier binnen, denk ik. Nee, niet hier binnen. Waar is die, man? Misschien ondergrond. Ik heb hem, man. Moeten we hem killen? Nee, je moet hem ondervragen. Ontvak hem, je moet hem pakken. Misschien ontvoeren of zo, man.
Oké, we hebben continu nog. Hier is wat, heb ik al. Get on. Goddamn fascists, you've got no right, I'm an American citizen. Hey, wordt gezien, man. Kan je me helpen, Lovin? Lovin, ik word verschoten. Ja, hij is ook iets anders aan het doen, man. Jongen, ik ben hier, man. Gek. Hey, blijf staan, jongen. Ik ben nu samen aan het rennen. Ik krijg ik een trofee voor, ouwe. Ja, lekkere trofee, ik heb niks, man. Fuck, man, nu zijn we kwijt. Als je met de auto er vandoor. Word ik nog dood geschoten ook. Snelle redden kreeg ik toch twee, ouwe. Ik ben onderweg, ik zie hem nu nog. Oh, oh, oh. Oh shit. Hij zit binnen een huis, man. Dikke Lamborghini. Ik ga timeren hier al. Ik wacht tot jullie weer in leven zijn, ja? Ik ga vast spotten voor jullie. Ze zijn er niet veel, man. Nee. Ik heb er wel gezeten vet van jou gespawnen, man. Denk ik. Hè? We spawnen zeker vet van jou. Nee, ik denk het niet, man. Ja, man. Gewoon waar we dood gingen spawnen. Hoe dan? Maniet, ik pak ze wel dan. Dat dit is van al die huis die je doorrennen, man. Ja, deze gekke bug is wel lijp, man. Lijp, man. Ergens is maar... We moeten hem niet doodmaken, toch? Nee, je moet hem grijpen, man. Ik ga hem grijpen. Er zit alleen een helikopter boven mijn hoofd, maar goed. Ga die helikopter eraf knallen, man. Ik pak hem vast. Ik moet iets met hem doen, maar... Ik moet hem ontvoeren, man. Maar... Ja, oké, dan... Ik ga hem ontvoeren in die Lamborghini, man. Ja, maar blijf nog even daar, hoor. Ik word beschoten, man. Ja, ik kan niet naar buiten, man. Of Don is bij me. Ik lig achter je, Pit, aan de andere kant. Ja, maar ik kan niet naar buiten. Hey, ik wacht wel even, hoor, tot jullie een beetje dat gesaved hebben, want... Hey, Ruud, kijk uit, een poppetje bij mij, nou, hoor. Ja, man. Ik ga voor me open, man. Ja, ik schiet nu iemand dood. Hey, jullie zijn dood, man. Oké, ik probeer... ja, is lastig dit, man. Nou, jongen. Grap, ik weet niet waar die gasten... Laat die heen niet eruit halen, man. Waar die vandaan komen, vandoor. Oké, ik heb al die gasten vermoord hier bijna. Ik ben dood, man. Wat is dit? Hey, dit is bullshit, ouwe. Hij komt uit het niets, man. Hij stond daar niet eens. Dit is wel echt raar, hoor. Serieus. Huh? Hij kijkt gewoon zijn baas aan, zo van... Wat doe je daar in je auto? Er staan twee man bij mij, ik weet niet. Gewoon 2,2 kilometer van hem af in één keer, man. Huh? En Lovin kan die gasten, twee gasten killen. Oh nee, dat is hem niet. We nee. Moeten hem aan en toe evacueren, man. Hey Lof, kan je mij healen? Ik ben bijna bij, man. Oké, je hebt nog 25 seconden, maar je hebt de tijd. Er zitten wel een paar mensen, dus pas op. Zit er één bij mij in de buurt? Right. Zit er eentje om de hoek, hier ook? Hij loopt nu naar de poort. Heb je hem? Ja. Lekker. Is goed. Oeh, een sniper ook nog in de weg. Ja, ik ga die auto in. Of niet? Nee, ik wacht. Boven, ja, ga die auto in, man. Ja, ik ga die auto in. Ik ga die man... Ik ben die man aan het ontvoeren, dus. Nee, nou...
Oh, ja, je hebt die man toch gedood? Ja, man. Oké, okay, top. Oké, dit gaat wel relaxed. Het gaat wel goed. Ik heb nu even niemand achter me aan. Ja, het zal niet lang duren. Als goed is, hebben jullie iets achter je aan, toch? Ja, ik heb die helikopter heb ik een beetje bij me gehouden. Nou, relaxed, man. Nu gaat het goed zijn. Ja, het gaat goed komen, dit man. Ik ga sneller, Jelle. Ik ben er al bijna, man. Rond 700 meter. Ik heb een ander probleem wel, maar komt goed, joh. This is bullshit. Epa. You can't just arrest somebody for going to a fucking market. Save it, Jensen. We know all about you and the cartel. What I don't get is this. You're a scientist, right? So what the hell were you doing at a place like the Witch Market? Processing cocaine isn't just about solvents and reagents. Not the way I do it, at least. I get powders from the brew host that speed the process along and make the result more potent. Yeah? Like what? Like, fuck you. That's proprietary information. You want my secret recipe, you gotta pay for it. Kijk, okay, wacht even op jullie, zodat anders. Want die voor die filmpje toch? Ja, je mag, je kan ook naar binnen. Hey. We horen hem. Need your car, brother. Out. Jullie horen hem? Of niet? Nee, man. Ik dacht dat je wel hoorde. Scientist. Ja, Ruudje is er bijna, Lovin is er bijna. Waar is Lovin? Hey, Rolof, je moet opschieten. Hey, helikopter, man. Hey, doe je. Ga er maar in, hoor. Die helikopter komt opeens de hoek om vliegen. Oké. Okay. Facilitating the manufacture of an illegal substance that provides income for a gang of rapists and murderers. Not my problem. I'm not holding a gun to someone's head. I'm not making anyone take any drugs. People make their own choices. That's what individual liberty is all about. Er lijkt wel een Pakistaner, man. Take this fuck outside and shoot him in the head. Wait! What the hell? You're right, Marcus. We don't have legal jurisdiction in Bolivia. So I'm going to exercise my individual liberty and ask my associate here to blow your goddamn brains out. Wait! You got something to say? Look, can we make some sort of a deal here? Sure we can. You tell me what I want to know and I won't put a bullet in your sociopathic skull. Fuck! Fine! Fine! Bij jou hoor je natuurlijk nu twee vrouwen stemmen. Sorry? Bij jou hoor je natuurlijk nu twee vrouwen. Ja, man. Nou, minder, man. Nee, hij is niet goed. Waarom schieten ze gewoon dan niet zo van zijn hersens eruit? Ja, waarom? Weet ik ook niet. Hiro, hey, we hebben een Mendeleev vrijgespeeld. Ja, man. Hey, video beschikbaar. Tuurlijk kijken. Innovation versus experience. Technology versus tradition. Youth versus age. La Gringa versus El Yayo. I had been hoping they would complement each other, but they could not get along. They were too different. I have been producing cocaine this way for years. That's exactly the problem. Our product was so good that the demand was only increasing. We couldn't keep up. Yeah, I don't care about science, tradition, or voodoo. Just make more. Or I'll find someone that can. Dope, ouwe. Vet, ouwe, die missies. Ik vind die filmpjes wel dope. Hé, hey, wat doet die helikopter hier nog dan? Schiet hem eruit, man. Met z'n drieën ziet er zo uit, man. Ja, toch? Gewoon schieten, man. Schiet dat ding eruit, man.
Yeah, I knew that. Just don't give it up.